Renault Antwerpen. De auto's van stad. Op 23 april zal het een jaar geleden zijn dat de 25-jarige Britta Kloetes verdween na een bezoek aan de hondengarage op de A12. Tijl T. was er die dag aan het werk. Lange tijd hield hij zijn onschuld vol, maar hij ging toch door de knieën. In die zin dat hij heeft gezegd, er is een incident ontstaan, een geweldsincident, waardoor de dood van het slachtoffer is veroorzaakt en waarbij hij in een paniekreactie het slachtoffer heeft laten verdwijnen. Daar is geen discussie over. Er is wel betwisting natuurlijk over het gegeven dat hij dat gewild heeft en dat hij dat nog minder dat hij dat zou gepland hebben natuurlijk. De raadkamer heeft zijn aanhouding opnieuw verlengd met 3 maanden. Maar Tijl T. houdt de lippen stijf op elkaar. Hij wil niet zeggen waar hij het lichaam dumpte. Men heeft ook pogingen ondernomen om met hem naar de vermoedelijke vindplaats te rijden. Maar hij zegt dat hij zich niet meer kan herinneren. Dat het allemaal in een heel zenuwachtige toestand, in een toestand van adrenaline is gebeurd. Momenteel wordt er niet meer actief naar een plaats gezocht. Zonder het lichaam kan Tijl T. zijn relaas van de feiten staande houden. Vanaf nu weet ik al dat ik zal moeten vechten tegen de indruk dat de cliënt het wel weet waar hij het slachtoffer heeft gelegd. Maar zolang dat er geen concrete gegevens aan het dossier toegevoegd worden, ja, dan hoef ik mij daar ook niet op te verdedigen. Maar op basis van de verklaringen nu die de cliënt heeft afgelegd en de gegevens die aan het strafdossier zijn toegevoegd, denk ik dat zijn thesis nog altijd perfect haalbaar is, hè. Als de zaak afgesloten wordt, zal het Openbaar Ministerie een straf vorderen. Vermoedelijk zal de zaak dan doorverwezen worden via de Kamer van Inbeschuldigingstelling naar het Hof van Assise.